Goedemorgen iedereen, welkom bij een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik ben proteïnepannenkoek aan het maken. Ik heb al ontbeten deze morgen, maar al om 9 uur, want ik was al om 8 uur wakker. Nu is het bijna 10:30, om 10:45 ga ik vertrekken naar de plastische chirurg. Het is kei lang geleden dat ik daar nog ben geweest. Ik ga even kijken als ik jullie kan neerzetten, zo. Ja, het is dus echt super lang geleden dat ik daar nog ben geweest. Ik denk van mijn jaarlijks, na 1 jaar dat ik mijn borsten heb laten doen. En dat is ondertussen al 2,5 jaar geleden. Zo lang heb ik mijn borsten al 3,5 jaar. En waarom ga ik vandaag terug? Wel, zoals jullie weten sport ik best heel veel. En ben ik ook door mijn antidepressiva 10 kilo bijgekomen. Eerst, toen woog ik 60, 61 kilo. Nu weeg ik terug ongeveer 55, 56. Dus met dat ik best veel ben bijgekomen, want eerst woog ik 48 kilo. En dus ik ben echt tussen de 10 en de 13 kilo bijgekomen, merkte ik wel dat mijn borsten veel voller waren dan dat ze nu zijn. En dan ben ik terug redelijk wat afgevallen. Plus ben ik, en nu ben ik heel hard aan het sporten, vooral krachttraining en gewichten. Dus ik ga vandaag gewoon eens even laten checken of alles nog oké is. Ze zien er nog altijd super mooi uit. Ja, zoals jullie weten ben ik bij Global Care Clinic geweest. Ik krijg die vraag nog dagelijks op mijn Instagram waar dat ik mijn borsten heb laten doen. Dus bij Global Care Clinic. Ik ga daar vandaag ook weer op controle. Want ik ben heel tevreden bij hun en wat ze voor mijn boobies hebben gedaan. Ik krijg ook heel vaak de vraag als ze natuurlijk aanvoelen nog altijd na zo lang. En ik zit hier echt zo. En ja, ze voelen echt heel natuurlijk aan. Ik merk niet dat er siliconen in zit. Maar oké, als jullie eens een Q&A of zo willen over mijn borsten, dan zal ik dat doen. Maar vandaag ga ik dus echt eens laten checken. Want het is 3,5 jaar, dus ik wil gewoon even nog eens een check-upje doen. En kijken of alles nog oké is met mijn implantaten en zo. Wat sowieso wel gaat zijn. Maar ik heb gewoon schrik als ik nog harder ga sporten, dat misschien mijn implantaten zichtbaar worden, aangezien dat ik vet verlies op mijn borsten en mijn implantaat voor de spier is. Even trouwens mijn pannenkoek eruit halen. Die is zwart. Dus ik wil weten dat ik wel echt hard kan sporten. Of dat ik toch moet oppassen dat ik geen rare vormen krijg of zo. Dus dat gaan we vandaag checken. En ik neem jullie mee. Pacing back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall and we rise through it all till we find what we want. Then we lose it all again. Your touch on my skin. Oké, dit is wat dat ik nu heb. De Motiva. Oké, ik ben ondertussen op kantoor zoals jullie kunnen zien. Alles met mijn boobies was super goed. Ik ben kei blij. Alles was in orde. De soepelheid is super goed. Ze zijn echt super soepel. Alles was gewoon allemaal heel goed. Ik heb mijn vragen gesteld over het sporten en of het nu kwaad kan als ik heel hard sport, dat die vorm dan anders wordt of dat die dan verder uit elkaar gaan liggen ofzo. Maar aangezien dat mijn prothese voor de spier is geplaatst, kan dat niet en blijft allemaal hetzelfde. Dus natuurlijk als ik heel hard ga sporten en mijn borstspieren heel hard ga trainen, kan de spier die achter mijn prothese ligt groter worden. Maar dan gaat eigenlijk gewoon mijn prothese wat meer naar voren.
Ik hoop dat dat duidelijk is als ik dat zo vertel. Maar alleszins, er gaat niks aan de vorm veranderen. Dus ik kan gerust verder blijven sporten. Ik ben super blij toch dat ik nog eens een check-up heb gedaan. Dat was ook tof om de dokter nog eens te zien. En ja, ik ben gewoon blij dat alles goed is met mijn boobies. Dat ze nog altijd super goed zijn. Ik ben nog altijd super blij met die beslissing die ik heb gemaakt 3,5 jaar geleden al. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik jullie heb meegenomen. Natuurlijk kon ik al de gesprekken niet filmen of wat we doen. Maar wat dat ze daar doen is eigenlijk gewoon, ik doe mijn blouse en mijn BH uit. En dan meten ze alles van mijn borsten. Omtrek van de tepel tot de plooi en naar boven en zo'n dingen allemaal meten ze. Ze maken ook foto's voor het bestandje. Zodat ze, ja, door de jaren heen uw progress zien of hoe dat dingen veranderen en zo. En dan hebben we gewoon gebabbeld als ik tevreden was, bla bla bla. Er is ook even ter sprake gekomen dat ik misschien dat ik wel een beetje spijt heb dat ik niet iets groter ben gegaan toen. Maar ja, dat ik in het algemeen wel heel blij ben met mijn borsten, met de vorm, hoe ze eruit zien, hoe ze voelen. Alles. Dus ja, dat was zo wat we hebben besproken. Nu ga ik werken op kantoor, eten. Mijn eten staat in de microgolf. Celine komt normaal ook zelfs, maar die ging later zijn. Dus ja, let's go to work. Ah ja, en ik wil ook nog graag even zeggen dat ik nooit ben gesponsord geweest of weet ik veel wat voor mijn borsten. Want daar vroegen ook een paar meisjes van, heb je die gratis gekregen? Dat is ten eerste al 3,5 jaar geleden. Toen begon ik pas zo'n beetje met betaalde Instagram posts of zo. Dus ik heb dat nooit betaald gekregen. Ik heb er gewoon met mijn eigen spaarcentjes voor betaald. En ik ben er heel tevreden mee. En ik vertel jullie gewoon ook alles daarover omdat ik open wil zijn. Omdat velen van jullie vragen van waar heb je borsten laten doen, hoe was de ervaring en zo. En dat ik dat gewoon wil delen met jullie. Niet omdat ik dat moet delen, want dat is helemaal niet het geval. Maar gewoon omdat ik dat wil delen en graag open wil zijn naar jullie toe. Oké, nu ga ik echt werken. Dit is mijn eten. Een stoombakje met Mexicaanse kip van de Albert Heijn. Er zit maïs in, paprika, kip, pittig tomatensausje, witte rijst. Wat zat er nu nog in? Zwarte bonen en maïs, denk ik. Ik ben ondertussen aangekomen in Bilze, in mijn huis, voor de laatste keer. Maar dat gaan jullie morgen in de vlog zien, want ik ga hier de vlog voor vandaag afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk, doe zeker thumbs up. En ik zie jullie morgen. Oh!